Thank you.
Gods lichaam evenredig. En de buiging die je hierom aanneemt, is de maatstaf hoeveel ik hier vraag. Als ik met mijn hand dit vraag aan de buiging, dan maak ik alle twee aparte stukken. Dus dit weer een ander stuk dan dat. Dus is mijn paard. Ik noem dat in tweeën geknaagd. Daar ben ik negatief mee. En daarom zei ik tegen jou, mijn schouder, dat je bijvoorbeeld niet te veel buiging vraagt. Want dan knakt een paard voor zijn schouder, dat kun je bij haar paard eigenlijk heel goed zien, dan knakt hij voor de schouder in. En ik wil dus dat het van staart naar oor ene lijn blijft. En als ik er buiging in rijd, wil ik een evenredige buiging in het hele lichaam hebben. En dan snapt iedereen dat zijn ribbengedeelte wat stugger is dan zijn hals. Dus automatisch komt in dat halsje iets meer buiging. Dan ga ik die hals inklappen, inknakken, ben ik mijn verbinding kwijt, ben ik mijn aanspanning kwijt. Ja? Dus, dit wat je nu doet, zo oppakken, zo stappen, zo naar je hand op de andere deur, is wat we boven besproken hebben. Dat is echt gewoon ABC van mij. Dan ga je door overgang en tempowisselingen en zijgang, ga je hem soepeler maken en meer naar het achterbeen overheven. Dat is eigenlijk je hele protocol van rijden, wat je wilt doen. Ja? Ja. Ja, dat is een mooie woord. En voilà. Voor de schouder binnenwaarts. En dan maak je het nog aan de zaak. Ja. Maar daar moet je niet aan de Dat je uit de positie.
Thank you.
zeg, ik wil naar huis. Ik ging keihard door die baan, wolken springen. Het meisje van Meel zegt tegen me, hoe vaak ben je al van hem afgevallen? Ik zeg, nog nooit. Ze zegt, vind ik knap. Ik was er helemaal klaar mee.